We zijn hier vanavond omdat we gast van de raad organiseren. Dat doen we één keer in de twee maanden. En dan nodigen we inwoners van Lansingerland uit om voorafgaande aan de raadsvergadering hier te zijn. En in gesprek te gaan met een aantal raadsleden. En dan kunnen ze alle vragen stellen die ze hebben over de gemeenteraad en de raadsleden zelf. En waarom bestaat dit initiatief? Dit is een van de dingen die we doen om inwoners meer in contact te brengen met de raadsleden. En dat is heel belangrijk, want raadsleden zijn gekozen door de inwoners. Die vertegenwoordigen de inwoners. Dus het is belangrijk dat ze goed weten wat er speelt. Ik heb de afgelopen week, twee weken, heb ik een cursus gevolgd. Cursus lokale politiek. En daar hoort bij een afsluitende avond, het bijwonen van een raadsvergadering. Dus vandaar dat ik hier ben. Nou, vanavond heb ik een aantal raadsleden gezien en gesproken die ik overigens al kende. Mensen van de Griffie die kwamen mij welkom heten, omdat ik dus een VIP-gast ben van de gemeenteraad. Dus ja, dan staan we toch al heel snel van allerlei dingen uit te wisselen. Wat moet je nou doen? Hoe toegankelijk is die gemeente? Nou, waar moet je nou zijn als je als burger iets hebt? En hoe toegankelijk zijn ze? Nou, heel toegankelijk moet ik zeggen. Dat verbaasde me. Dat is echt heel laagdrempelig. En ook de inzet waarmee ze toch dan de zaak oppakken. Ja, dat doet me toch wel goed.